Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Beste ouders in islam, ik ben zuster Malika. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Een aantal bezorgde ouders hebben mij gevraagd om een video te gaan maken over videogames. En ik ga vijf haram elementen opnoemen in deze video die in videogames zitten. Nu, de eerste vraag die wij ons dienen te stellen is: zijn videogames halal? Alle fatwa over dit onderwerp zeggen in principe hetzelfde. Videogames op zich zijn toegestaan, zolang ze geen elementen bevatten die haram zijn. En zolang deze games niet een obsessie zijn, een obsessie worden. Zodat men er tijd mee verliest, dat men zijn verplichtingen niet nakomt, bijvoorbeeld het gebed. Men zit te gamen en men vergeet het gebed, subhanallah. Of het helpen van de moeder. Of je studies verwaarlozen, of je kinderen verwaarlozen. Je gezondheid en hygiëne wordt verwaarloosd. Dat maakt een videogame haram. En de nieuwste trends in PlayStation, Xbox, Nintendo, PC zijn tegenwoordig regelrecht chockerend. Er zijn een aantal gaming trends waar alle moslims zich bewust van moeten zijn. Zowel de ouders, de kinderen als de jongeren. Videogames zijn niet meer zo onschuldig als vroeger. Tegenwoordig begeven de meeste games zich op haram territorium. Dus moslims dienen zich bewust te zijn van al deze moderne gaming elementen, zodat ze deze spelen kunnen vermijden als ze haram zijn en hun kinderen ertegen kunnen beschermen. En ik heb het niet over alle games, maar wel over de games die de volgende elementen bevatten. En ik ga vijf verontrustende zaken opnoemen, die tegenwoordig meer en meer in games zitten. Waar men dus als ouder moet opletten. Ten eerste, het haram element gokken. Gokken beperkt zich niet enkel tot Las Vegas. Heel veel games bevatten gokelementen. En ik spreek hier niet over poker of blackjack. Ik spreek hier over mainstream games die zich specifiek op kinderen en jongeren richten. Zo heb je het concept lootbox. Lootbox is dat je een soort van virtuele box hebt, virtuele doos hebt binnenin het spel, waarvoor je dient te betalen. En wat er in die doos zit, wat er in die box zit, dat krijg je niet te zien. Dat is verborgen. Je ziet dat niet. Dat is een soort verrassing, een geheim. Enkel als je betaalt, openbaart de box de inhoud. En dat kan zoiets zijn als een grote prijs, dat je veel voordelen biedt in het spel, dat je verder helpt met het spel. Maar er kunnen ook andere zaken in die box zitten. Die box kan iets kleins openbaren, waar je niet zoveel aan hebt. Dus het is steeds een verrassing. Je kan ofwel 3-4 keren weinig of niks winnen, maar dan ineens win je de jackpot. En dit is dus zeer aanverwant aan gokken. En het is de opwinding van het winnen van die jackpot dat kinderen drijft. Net als gokken dus. Het drijft hen om meer geld te spenderen en om betere en betere prijzen te winnen. Dus dit is exact wat je zou kunnen vinden in Las Vegas met die slotmachines. Je steekt er geld in de hoop om de jackpot te winnen. Beste ouders, dit is een miljardenindustrie. In 1 jaar hebben deze games enkel en alleen met die lootbox miljarden verdiend. En men spreekt van ongeveer $50 miljard op 1 jaar. Enkel met die lootbox. En zelfs kinderen onder de 4 jaar hebben games met deze lootbox erin. Subhanallah.
En deze lootbox vind je in games zoals Call of Duty, Fortnite, Star Wars games, Battlefield, om er maar enkele op te noemen. En deze lootbox is maar een klein aspect van wat er allemaal in dat game zit de dag van vandaag. Hm? En in sommige gevallen, wanneer men gamet, ben je soms gewoon een koe die gemelkt wordt. Subhanallah. En sommige ouders mogen Allah hen belonen voor hun moed en gerechtelijke instanties erkennen dat onder andere deze lootbox in feite verdoken, ongereguleerd gokken is. Hm? Dat zich richt naar kinderen en jongeren. En volgens de Belgische wetgeving is dat verboden. Hm? En ook in meerdere Europese landen. Hè, deze lootbox is illegaal. En ze hebben reglementen opgelegd om dit soort gokken te vermijden. Maar in de meeste landen, en ook dus in de Verenigde Staten, zijn er totaal geen reglementen rond deze lootbox die in de games, in het gamespel zit. Hm? Dus dat is één aspect, het gokken. En gokken is haram in el islam. Dan het tweede harame aspect in games, dat is niet in alle games, maar in bepaalde games, is pornografie. Pornografie. En het komt meer en meer voor binnen het gamespel. Er zijn natuurlijk games die pure porno zijn, maar zelfs in niet-pornografische games kunnen er seksscènes zijn en naaktheid. En er zijn opties voorzien binnen het spel om naaktheid te ontsluieren en seks te ontsluieren. Het zijn games over elfjes, trollen, magie en ze bevatten pornografie. En als ouder, je weet dat niet. Hm? Je ziet elfjes, je ziet trollen. En het wordt pas echt geschift als je weet dat er modifications zijn in deze games. En wat zijn modifications? Dat zijn dus externe ontwikkelaars die dus iets ontwikkelen voor een game. Ze zijn externe ontwikkelaars en zij maken pornografische scènes voor bepaalde bestaande games die iedereen kent. En de speler kan dan binnen dat spel dat hij aan het spelen is, deze pornografische modifications downloaden. En de speler kan dan de game verder spelen volgens wat de ontwikkelaar erin heeft gestopt. He, porno dus. Subhanallah. En er is ook een hele markt voor games die gaan over homoseksualiteit. En porno met dieren. Necrofilie, pedofilie enzovoort. Al deze zaken zijn gemakkelijk online verkrijgbaar. Het is niet dat dat een cd is die ergens ligt te slingeren en dat je op dat doosje ziet wat het is. Nee, zij kunnen dat online vinden. Je weet dat niet, wat zij doen. Jouw kinderen kunnen dat online vinden. Of verleid worden door andere mensen die hen benaderen en die websites doorsturen op een onschuldige manier en die kinderen klikken daar dan op. Subhanallah. Dus dat is allemaal online te vinden. En of ze zitten in meerdere spelletjes als optie. Dus dit is zeer chockerend. Hm? En niet enkel moslims zijn gechoqueerd. Ook niet-moslims erkennen dat dit een serieus probleem is binnenin de gamewereld. Hm? En dan, het derde harame aspect van gamen is chatten met vreemden. Chatten met wildvreemde mensen. Mensen die je totaal niet kent. Hun naam kan fake zijn, hun foto kan fake zijn, hun geslacht kan fake zijn, hun leeftijd kan fake zijn, subhanallah. En dat is altijd al riskant geweest, sowieso. Dus dat is iets gevaarlijks. En videogames zijn nu het nieuwe jachtgebied geworden voor bijvoorbeeld pedofielen. En daar zijn serieuze onderzoeken naar gedaan en bewijzen voor gevonden. Dus de pedofielen gaan in groepjes zitten waar kinderen in groep spelen en zij doen alsof zij
10 jaar zijn, maar ze zijn misschien 45 jaar. Want connectiviteit, verbinding is een deel van vele games. Je speelt samen met anderen in sportsgames, first-person shooter games, populaire games als Call of Duty, Halo, FIFA, Madden. Men is verbonden met zijn tegenstander en dit kan leiden tot veel blasfemie. Dat wil zeggen godslastering. En die tegenstander of zelfs een medespeler kan beginnen schelden, vulgaire taal spreken en dingen worden geroepen als F dit, F dat. Nee, ik ga dit en dat met je moeder doen. En vele vuile uitspraken. En dit komt allemaal overgewaaid van de Verenigde Staten. Dus deze taal wordt heel veel gebruikt onder de gamers. En zo, als jouw kind met in zo'n groepje zit en die hoort die taal, zo'n speler spreekt die harame woorden uit die recht naar het hart van je kind gaan, via die headset. En jouw kind hoort dat dag in dag uit. En die gaat onbewust die taal overnemen. En het hart wordt daarmee bevuild. Beste ouders, dit is de macht van het internet. En het creëert een zeer gevaarlijke omgeving voor je kind. En het heeft effect op het hart en op het brein van je kind. Het is dus geen veilige plaats voor moslims om aan blootgesteld te worden. Dan hebben we het vierde element dat haram is in gamen en dat is het element LGBT. LGBT is de Engelse afkorting die staat voor lesbian, gay, biseksueel, transgender. Dus verschillende games hebben nu ook die LGBT-elementen in hun game zitten. En de LGBT-regenboogcoalitie heeft zijn weg gebaand in werkelijk elke hoek en aan alle hoeken en kanten van van de westerse moderne samenleving, cultuur. En videogames zijn hierin geen uitzondering. Dus als dat overal zit, waarom niet in de games ook? Dus zij pushen de mensen als het ware. Ze drukken het, ze duwen het door onze strotten. En je hebt bepaalde games, niet alle games natuurlijk, maar bepaalde games die homoseksualiteit bevatten en homoseksuele seksscènes bevatten. Dus expliciet, je ziet dat echt. Er zijn video's met homoseksuele karakters en bij sommige games kan je een transgender spelen of je geslacht kan tijdens het gamen veranderd worden als je dat wil. Of je kan zowel een man als een vrouw zijn tegelijkertijd. Of je kan een karakter spelen dat totaal geen geslacht heeft. Nog man, nog vrouw. Subhanallah. Dus de LGBT-regenboogcoalitie normaliseert LGBT. Normaliseert een transgender-ideologie via dit medium gamen. Gamen, dat is spelen eigenlijk. Dat moet eigenlijk onschuldig zijn. Dus de gamewereld wordt misbruikt. Er wordt misbruik gemaakt van dit medium. Dat eigenlijk leuk en onschuldig zou kunnen zijn. En dan het vijfde harame element is ook een heel zwaar element en dat is verslaving. Verslaving. Kinderen en zelfs volwassenen kunnen verslaafd worden aan videogames. En dit is een zeer groot probleem wereldwijd. Een broeder vertelde dat hij ging naar de moskee en hij sprak daar met enkele jongeren. En die jongeren gaven toe dat zij 10 à 12 uur per dag, dag in dag uit, 10 à 12 uur per dag aan het gamen zijn. Gedurende de zomervakantie. Dus dit is echt chockerend. En ik las ook ergens dat videogames nu ontworpen worden
echt gewoon om mensen verslaafd te maken. Dat is die elementen, die verslavingselementen zitten daarin verwerkt, hè, bewust. En er worden zelfs gedragspsychologen geconsulteerd door de gameontwikkelaars om kennis op te doen, om zoveel mogelijk te weten te komen hoe zij hun spelers kunnen verslaafd maken. Ja, dat is allemaal omdat zij lust hebben voor geld, hè, money, hè, money, money. Hm? En er is onlangs een rechtszaak gespannen tegen het spel Fortnite. Hè, dit is een heel populair spel, je zult er misschien al van gehoord hebben. En in de rechtszaak hebben ze geconcludeerd, hè, in hun conclusies, dat Fortnite even verslavend is als cocaïne. Subhanallah. En de World Health Organization heeft nu ook officieel erkend dat gamen een verslaving is. Dat gameverslaving een mentale aandoening is. En dit kan je gemakkelijk opzoeken op internet, al die informatie hierover. Zo zie je dat de tijd van Mario Brothers en Pingpong en die andere oude games al lang voorbij is. Hè, tegenwoordig zijn die games zeer geavanceerd, hè, zeer gevorderd. En ze zorgen dat de spelers gehecht, hè, verknocht en zelfs verslaafd geraken eraan. Hm? En subhanallah, de gameverslaving is nu ook in onze umma doorgedrongen. Hm? Meer moslims zijn ook verslaafd geraakt aan gamen. Hè, en verknocht en gehecht. En verwaarlozen zichzelf en hun gezinnen. En hun werk en hun studies. En er was een zuster. Hè, een zuster, een moslima. Hè, een moeder. Zij vertelde dat haar 18-jarige zoon zijn vader had geslagen in het gezicht. He, toen die vader dus dat videospel wilde afpakken, heeft die jongen zijn vader geslagen in het gezicht. Zo verslaafd dat hij was, subhanallah. En je leest meer en meer verhalen in de kranten die vertellen dat jongeren hun ouders vermoorden. Hun ouders vermoorden, he, nadat die het spel hebben afgepakt. En in 2009 had een tiener zijn moeder vermoord. Toen zij hem verhinderde om nog verder te spelen. En er verschijnen meer en meer artikels met getuigenissen van de politie dat er binnen gezinnen, hè, de gameverslaafde oefent specifiek geweld uit tegenover de andere gezinsleden. He, dat meldt de politie. Of kinderen krijgen woedeaanvallen als zij verliezen met het spel. Of ze slagen de boel kort en klein als de ouders het spel afpakken. Hm? Dus dat zijn mega psychologische problemen. Ook in onze umma. Hm? Maar ook ouders geraken verslaafd. Hm? Zo werd in 2019 een vader veroordeeld omdat hij zijn 1 maand oude zoontje doodde, vermoorde, omdat hij had verloren in een game. Subhanallah. Hm? En er zijn meerdere voorvallen van jongeren en volwassenen die letterlijk doodvallen van het gamen. Zo uitgeput dat ze zijn. Hm? En u stelt zich de vraag, hm? Ga jij gamen toelaten aan je kinderen? Die vraag wordt automatisch gesteld. En ik denk dat ouders heel, heel voorzichtig moeten zijn. Dus wij moeten eerst zien dat wij moslims zijn. Dat is altijd, bij alles wat we doen, het is eender wat, moeten wij zeggen, ah ja, wij zijn moslims. Want wij leven in de landen van de niet-moslims en dat geeft allemaal verwarring. Dus wij moeten zeggen, ah ja, wij zijn moslims, wat zegt islam? Hoe moeten wij ons gedragen in islam? Dus het beste is om je kinderen niet bloot te stellen aan de gevaren die bij gamen komen kijken. Vanwege de verslavingsfactor en vanwege de harame elementen die vrijwel elk spel heeft. Hm? Zo zijn er ook vele games waarin el-islam belachelijk wordt gemaakt. Hè? Dus men spot met de moslims,
Er is altijd een vijand en die vijand, dat zijn de moslims. Ze moeten moskeeën binnenvallen. De moslims worden in concentratiekampen gestoken in die games. En men spot ook met de verzen van el-islam. Zo stormen ze een moskee binnen en dan staat daar zo een vers in van de Koran, maar die is dan veranderd en dat komt heel belachelijk over. En zulke van die zaken. En ja, dat zit in dat spel en je weet dan niet dat dat er gaat inzitten en je kinderen zitten daarmee te spelen. Hè. En onbewust, dat dringt allemaal het onderbewuste binnen. Hm? En om nog niet te spreken van al het geweld. Hè. En dat geweld is al volledig genormaliseerd. Hè. Dat is vooral al eerst genormaliseerd door de films, hè, de actionfilms dat wij op tv zien en de horrorfilms, waar dat jongeren altijd zo graag naar kijken, waar dat iedereen wordt doodgeschoten en in elkaar geklopt en dan al die horror nog, dat is nog erger dan. Dus geweld is genormaliseerd en ja, sommige videogames zijn alleen maar geweld. Hey, schieten. Mekaar de kop inslaan, achtervolgen. Dus subhanallah. Hm? En men zegt, ja, het is maar een spelletje. Het is maar een spel en ik weet dat dat niet echt is. Maar alle psychologen zijn er unaniem over eens dat dat geweld wel zijn effect heeft op ons brein en op ons onderbewustzijn. Het onderbewustzijn ziet niet het verschil tussen wat echt gebeurt en niet echt gebeurt. Dus in dat spel doe je dingen, hè, je moordt en je schiet. En jouw onderbewustzijn denkt dat dat echt is. Dat hebben psychologen bewezen. En ik heb nog geen enkele keer gehoord een psycholoog die dat ontkent. Hè, dus dat is unaniem, zijn ze daarover eens. Hm? Dus gamen is een wereld die ouders hun kinderen niet mogen laten betreden. Tenzij het spel volledig 100% halal is. Hm? Veel beter zou het zijn dat er games worden ontwikkeld die het goede in de mens naar boven haalt. Waarom kan dat niet? Waarom kan dat niet? Hey, waar men punten behaalt als men anderen helpt. Als men, we kunnen bijvoorbeeld een competitiespel maken. Waar men prijzen uitreikt aan spelers die de beste oplossing bieden voor een bepaalde situatie. Opbouwende, motiverende, inspirerende games. Waarom kan dat niet? Hè? En als gamer dan toch zo populair is, waarom kunnen moslims dan geen games ontwikkelen? Hè, die 100% halal zijn? Waarom kan dat niet? Waarom blijft iedereen stilzitten? Allah heeft de mens creativiteit gegeven. Intellect. Hè, gebruik die creativiteit. Gebruik dat intellect en jouw vindingrijkheid die Allah jou geschonken heeft voor het goede. Hm? Dus ontwikkel games waar het label halal kan opstaan. Hm? Er is daar een zeer grote markt voor. Er zijn bijna 2 miljard moslims. En islam groeit en groeit. Dus blijf niet zitten. Hm? Gebruik de talenten die Allah heeft gegeven voor het goede. En onze profeet Mohammed, sallallahu alayhi wasallam, die zei dat onze umma als voorbeeld dient voor de gehele mensheid. Dus waar wachten wij op? Wij kunnen klagen, we kunnen angstig zijn. Het is beter te strijden en een tegenplan te brengen. Hm? Een tegenplan. Omwille van Allah en omwille van onze kinderen. De hartjes van onze kinderen. Daarom, games die niet halal zijn, worden niet meer gekocht door de moslims. Voilà, punt uit. Zo moeten wij denken. Ouders dienen regels te stellen en die te bespreken met hun kinderen. Hm? Dus, games wel, die games niet. En dan uitleggen waarom dat dan niet mag. Hm? En dan natuurlijk zeggen dat we moslims zijn. En moslims hebben andere regels dan niet-moslims. Wat niet-moslims allemaal normaal vinden en geen acht op slaan, ja, dat is hun zaak. Maar wij moslims, wij hebben andere regels. En wij moeten die volgen, willen wij als moslim beschouwd worden. Hm? Dus een tip is, en dat heb ik nog geleerden ook horen zeggen, zet de computer van je kind in de living.
Zo is het kind nog aanwezig. Want anders verdrinkt dat helemaal in dat virtuele spel. Zo ziet het kind nog andere familieleden, vader, de moeder, het gebeuren in het gezin, zijn broertjes, zijn zussen. En zo zie jij ook met wat het kind bezig is. En is het niet opgesloten in dat spel bijvoorbeeld, of met die internet heel de tijd bezig. En er zijn ook zoveel andere zaken waar een kind zich mee kan bezighouden. Dan heel de tijd op die gsm zitten of achter zo'n gamingstation, subhanallah. Want dat is zeker niet de beste manier om de tijd mee door te brengen. En dus ook niet alleen spreken over het soort spel. Dat niet alleen moet jij controleren, maar ook de tijd. Hoeveel uren per week mag er gegamed worden? Dat moet besproken worden. En hoe groter dat het kind is, hoe meer dat je dat samen met het kind moet bespreken. Met kleine kindjes of kleinere kinderen kan je nog. Maar hoe kleiner dat ze zijn, dan zou je eigenlijk heel dat gamen moeten wegnemen. Of gewoon niet toestaan. Ook al hebben de andere kinderen van de klas dat wel allemaal. Spendeer tijd met je kind. Ga ermee naar buiten, ga ermee naar speelplaatsen of doe iets met je kinderen. Het is heel gemakkelijk van die maar achter de computer te laten zitten en dan kun je op je gemak zitten. Dus bied je kinderen ook gezonde alternatieven. Dat wil zeggen, als je iets afneemt, dat ze, zo van je mag dat niet doen of je mag nog maar zoveel uren spelen vanaf nu, ja, dan moet er iets in de plaats komen. Als je het gamen afneemt, maar ze zitten dan de hele tijd achter hun gsm of achter de tv, ja, dat is niet veel verschil. Dus gezonde alternatieven bieden als ouder. En je moet daar bij stilstaan en als ouders, man en vrouw, moeten dat serieus bespreken. Want dat is een belangrijk punt in de opvoeding van een kind. En de moslimgemeenschap, de umma, kan zelf ook met alternatieven komen. Halal tijdbesteding, daar is zo'n grote nood aan. Het is crimineel dat onze umma daar niks aan doet. Zo weinig. Als je iets wilt, een alternatief wil vinden voor al dat gamen, een halal tijdbesteding. De meeste mensen zouden niet, die moslims weten niet waar dat te vinden is. Of dat er zelfs wel is. Maar iedereen heeft wel kinderen. Sport bijvoorbeeld. We kunnen zelf sportcentra oprichten die halal zijn. Die niet mixed zijn, waar dat er geen muziek is, bijvoorbeeld. In plaats van al ons geld uit te geven aan die basic fit en allemaal van die sportcentra. Bijvoorbeeld boogschieten, paardrijden, gewone fitness, worstelen. De profeet, sallallahu alaihi wasallam, hij worstelde. Zwemmen en de valkerijsport bijvoorbeeld. En dan zowel voor de broeders als voor de zusters. De zusters mogen niet achterblijven. We moeten ook aan hen denken. En begin daarin klein en eenvoudig. Je moet niet drinken aan grote complexen en niet kijken hoe dat de koefaren doen. Wij gaan dat ook doen, maar eenvoudig beginnen. En hou het simpel en dan groeien met de jaren. Zo start alles, stap voor stap. Inshallah. En één grote factor is belangrijk. Er is vraag naar. Er is vraag naar, dus. Het is goed dat er vraag naar is. Dan heb je weer een goede reden om zoiets te starten. Er is vraag naar en er is nood naar. Moslims moeten altijd behoedzaam en voorzichtig zijn. Altijd. Wij weten dat de shaitaan ons opwacht op het rechte pad. Om de gelovigen in een hinderlaag te lokken. En Allah, subhanahu wa ta'ala, zegt dat shaitaan onze openlijke vijand is. En dat we hem als dusdanig moeten behandelen. Laten we dat dan ook doen. En we dienen onszelf en onze kinderen te beschermen tegen de valstrikken en de misleidingen van de shaitaan. En zeker wat betreft gamen. Gamen op zich is toegestaan. Maar het bevat vele verboden, harame zaken. En dat is dus niet toegestaan. Er is dus nood
aan een ander soort gamen. Halal gamen. Dus laten wij daarover reflecteren, beste ouders, beste broeders en zusters. Als je deze video nuttig vond, beste ouder, dan kan je hem liken, maar zeer zeker zoveel mogelijk ronddelen. Dat de mensen, onze umma, onze broeders en zusters en alle andere ouders wakker worden. Barakallahu fiek, assalamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh.